Welkom bij deze bijzondere aflevering van het Cultureel Café, want we zijn 6,5 jaar geleden begonnen. En vandaag is de 50ste editie! Ik kan me herinneren van de eerste keer dat we Eva, een klassiek zangeres, wilden koppelen aan een rapper om te kijken, wat daaruit komt. En toen dachten we, ja, als het maar... die rapper vindt natuurlijk allemaal prima, maar zal Eva dat ook leuk vinden? Nou, dat hele duet is niet doorgegaan, omdat Eva wilde heel graag, maar die rapper durfde niet. Het idee van het Volkspaleis, weet iemand dat nog? Ja. Het Volkspaleis, Jan Hamming, er waren allemaal plannen rondom de spoorzone, er moest een Volkspaleis komen. En het leuke is, we zijn nu 6,5 jaar verder. En wat er in die spoorzone komt, geen idee. Ik wil heel even tussendoor komen. Het is de laatste episode of aflevering waar jij doet, of niet, Frank? Na de pauze doe je nog iets? Nee, hè? En wat doe je nu nog hierna? Niks? Voor de pauze? Je hebt het 50 keer gedaan. Je hebt het net. Ik wil even hem zijn woorden zeggen. Ik heb alles gekoppeld in de stad, in de regio. Ja? Ik ben niet één keer gevraagd. Niet één keer. Ik mag dan wel meedoen, belussen zo groen als het plat en eenvoudig. En we gaan naar Jacques. Ja! Jij bent. Oh, okay. 1, 2. Ik ga ook stiekem reclame maken voor mijn boekje, hè? Maar eigenlijk moet ik iets over Frank vertellen. Ik heb een column geschreven voor jou, Frank. Hè? En daar viel niet mee. Je bent een geweldige vent, je kinderen zijn mooi en de roepnaam van je vrouw is geen karp, maar kooi. En we gaan nou ook een belangrijke journalist, ondervrager, de man die even het serieuze moment pakt van vandaag, le moment officiel. Geef hem een applaus, hier is Twan van Korven. Over de grond, daar komt een mol, het is bijna al rond. Het is de zot, het is de zot, 100 hectare van winkel genot. Het is niet te filmen zo groot, gaat het halve centrum straks dood. Maar waarom ga je nou weer met Cultureel Café? Het is allemaal een beetje veel, zeg maar. Ik bedoel, het is ooit begonnen als iets wat met Tilburg omgeving en vond hartstikke leuk. En er kwamen zoveel andere dingen bij die daaruit voortvloeiden. Mm-hmm. Van nou, nu is het even pas op de plaats. Nu even gewoon een aantal dingen niet meer, even hoofd liggen, maar kijken of er weer andere dingen kunnen gebeuren. Dat is het eigenlijk. Ja. Ik wil gewoon wel weer eens een keer in alle rust aan een boek gaan werken, bijvoorbeeld. Zonder dat er andere dingen aan mijn hoofd zitten. Of in alle rust aan een nieuw theaterprogramma werken, zonder dat er voortdurend ruis omheen is van anderen die ook heel leuk zijn. Ik ben er wel trots op dat het Cultureel Café in die 6,5 jaar, in die 50 edities, een echte vaste plek heeft gekregen binnen Tilburg. En daarom moet het gewoon door blijven gaan en ik kom elke keer kijken. Te zijn zoals jij bent, dat doet echt pijn. Jij kunt er niks aan doen, vlees moet je eten. Er zijn iets anders voor, konijn en zwijn. Bedenk, jij hebt tenminste een geweten. Jasper Mikkers, dames en heren. Beste Frank, vandaag een bijzondere mijlpaal voor het Cultureel Café, de 50ste aflevering. Maar het is ook een mijlpaal voor jou, want je neemt afscheid als presentator van het Cultureel Café, maar gelukkig niet van Tilburg, hoop ik.
Toen 6 jaar geleden het Cultureel Café in zaal 16 begon, was jij erbij. Sterker nog, je was een van de initiatiefnemers. Je was en bent een weergaloze presentator en drijvende kracht achter het Cultureel Café. Jouw vragen, positief kritisch en vaak met humor, maakten het Cultureel Café ongekend populair. Ik ga het nu aan je overhandigen. Felicitaties namens het college van burgemeester en wethouder. Speciaal voor je gemaakt. Als ik van tevoren geweten had dat je vrouw of vriendin er ook bij zou zitten, had ik haar er ook bij getekend. Maar ik ben natuurlijk 2 uur geleden al gestart. En als ik een kristallen bol zou hebben, dan zou ik het niet doen. We zitten nog steeds in de kamer. En ja, is 013 te vaak. Wat moet er nu met ons gebeuren? Frank die houdt het voor gezien. Oh, ja, heel goed. Oh. Hij zegt, ik denk dat ik maar ga. Van Balen, we zijn staalboeien.